Actie. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Climax. Iedere zondag zijn we om 1 uur hier te vinden op het kanaal en nemen we jullie mee op pad om de laatste ontwikkelingen rondom seks en drugs te onderzoeken. En vandaag gaan we het hebben over de mannenpil. Er is net weer een onderzoek geweest van Rutgers waarin ze weer de vraag hebben gesteld wie er nou verantwoordelijk moet zijn voor anticonceptie. Ja, en dan kom je ook weer op die verdomde mannenpil. Ja, ik ben eigenlijk weer de straat op gegaan. Nee! Wat? Shit! Waarom doe je dat de hele tijd? Ja, echt. Om te kijken of mannen deze pil ook echt willen nemen. Nou, gaan we het straks over hebben. Ja, want we gaan eerst even terugblikken op vorige week. Daarin vroegen we jullie, ik ga liever naar een abortuskliniek dan naar de huisarts voor een abortus. En 77% van jullie zei ja. Dus de overweldigende meerderheid nog steeds. Ik denk ook dat je denkt van, ja, tuurlijk ga je liever naar een speciale kliniek, want daar is het speciaal. Het klinkt beter, ja. Dus dat je het dan daarom kiest. Nou, Brianna Lemet, die zegt, mijn huisarts is conservatief. Voelt niet comfortabel om zoiets bij hem te bespreken. Ja, nou, dat is een goede reden, toch? Ja. Marit Dekker, die zegt ook, abortus is een recht en moet toegankelijk zijn voor iedereen. De abortuspil moet via de huisarts. Ja, en zij bedoelt, de abortuspil moet via de huisarts, zodat er meer mogelijkheden zijn, zodat het makkelijker is en het dus echt voor iedereen is. Ja. Ja, laten we het even hebben over anticonceptie. Zit je aan de anticonceptie? Ja. Ja, ik heb nu een spiraaltje. Ongeveer 2 jaar, denk ik. Ik ben een beetje de draad kwijt. Maar je kunt hem 5 jaar inhouden. En heb jij ook de pil gehad? Daarvoor zat ik aan de pil, ja. En hoe was dat? De pil was echt best wel heftig. Ik vond het ook sowieso intens dat je het elke dag moest nemen. Maar toen ik ermee stopte, merkte ik pas hoe erg die hormonen invloed hadden op mijn gemoedstoestand. En dat ik af en toe echt wel depressief was. Maar daar kwam ik dan pas achter toen ik merkte hoe fijn het was zonder die pil. Ja, en hoe zit het bij jullie? Want, ik heb dus een ex-vriendinnetje gehad. En de redactie lacht mij hier echt om uit, want ik kom altijd met dit verhaal. Maar het is gewoon een feit dat ik een ex-vriendin heb gehad. So, deal with it. Nee, wacht. Dit moet er niet in. Dus ook niet als grapje dit erin gaan doen. Beloofd? Wie doet de edit? Oké. Maar die ex-vriendin, daar ben ik wel een aantal jaar mee samen geweest. En ik heb nooit een seconde nagedacht over iets van anticonceptie eigenlijk voor mij. En ik weet ook wel dat we dan soms eens zoiets hadden van dat zij dan iets was vergeten. En dat we dan een morning after pill gingen halen en lalalala. Maar dat kwam altijd... Maar waarom gebruik je dan niet gewoon een condoom? Nee, ja, weet je, ik chill. Kijk, dit bewijst nou weer echt ons punt, namelijk dat mannen er... Ik ben er niet mee bezig geweest. Niet mee bezig zijn, hè? Nee. In 2018 bijvoorbeeld strekte apotheken aan 1,6 miljoen vrouwen in Nederland de hormonale anticonceptiepil. Maar het ding aan deze pil is, er zijn heel veel bijwerkingen. En de bekendste zijn depressieve gevoelens, gewichtstoename en een verlaagd libido. Ja, dat herken ik wel. Ja, en die mannenpil is dus al een hele tijd gaande. Maar het is dus zo dat de farmaceutische bedrijven het eigenlijk een te groot risico vinden om hem überhaupt te ontwikkelen, omdat ze denken dat er te weinig vraag naar is. Dus daarom blijft het jaar op jaar na jaar zo'n ding. Ja. Maar ja, als je het niet überhaupt probeert, dan komt het er nooit. Kan er ook nooit vraag naar ontstaan. Nee. Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de verhalen over de proefpersonen die uiteindelijk zijn afgehaakt omdat ze de bijwerkingen zoals acne, sommige gevoelens kregen. Dus ja. Dat ze dachten, dit wordt me te veel. Ja, terwijl de vrouwen die hebben natuurlijk ook al die bijwerkingen. Ik ben de straat op gegaan met mijn eigen mannenpil. Met de bijwerkingen van vrouwen. En dan gingen we kijken of mannen deze ook echt zouden nemen. Ik ben benieuwd. Ja, ik ging jij niet zeggen. Toen ging je niet zeggen, toen dacht ik het zeggen, maar toen hoorde ik jou. Gebruik jij anticonceptie? Ja. En wat gebruik je dan? De condoom. Telt de condoom? Ja. Dan ja. Een condoom, soms. Ja. Als man kan je volgens mij niet heel veel meer gebruiken. Nee, nooit. Nee, eigenlijk niet. En hoe voorkom je dan dat iemand zwanger raakt? Op goed geluk. Je hebt een relatie. Ja. En wie van jullie gebruikt anticonceptie? Ik. En wat gebruik je dan? Ik heb de Mirena-spiraal. En stel nou dat er een pil zou zijn voor mannen, waardoor je dus tijdelijk onvruchtbaar bent, ja, maar je komt nog wel klaar.
Zou je deze dan willen gebruiken? Liever niet. Zolang de condoom er is, doe ik dat wel gewoon. Ja, ik wel. Ja? En mijn vriendin slikt zo, dus dat heb ik niet nodig. Ik vond zelf altijd iedere dag die pil slikken echt een gedoe en ik vergat dat ding. Ik vond dat echt een hoop moeite. Ik denk dat het een goede oplossing is. Zeker omdat vrouwen nu echt heel erg worden bezwaard om elke keer de pil te nemen. Maar als het goed onderzocht is en het werkt echt top dat je gewoon niks meer nodig hebt. Ja, voor zoals alleen een condoom maar. Ja, dan zou het wel een oplossing zijn. Even kijken. Nou, dit is hem. Ik mag hem even vasthouden en even lezen. Bijwerkingen, hoofdpijn, acne, gespannen borst. Bloedverlies, vocht vasthouden, emotionele of sombere stemming en verlaagd libido. Nou ja, dit zijn wel dingen die ik gewoon niet leuk vind. Sowieso verlaagd libido. Schrikt dat je af? Ja, ik zou hem gelijk in de prullenbak gooien. Ja, echt? Ja. Nee, ik hoef al die bijwerkingen niet. Dit is gewoon heel kut. Want dit zijn de bijwerkingen die vrouwen nu hebben bij de pil. Ja. Maar die van de mannen, die zou zelfs minder bijwerkingen hebben. Wat vind je daarvan? Nou, ik zou hem zelf niet gebruiken. Nee? Nee, man. Is dat niet hypocriet? Erg, hè? Nee, ik vind ook niet dat de vrouw het hoort te gebruiken. Ik vind ook niet dat een vrouw de pil moet slikken of zo. Ja, het is natuurlijk een beetje oneerlijk uitverdeeld, maar kan altijd natuurlijk. Ja. Zou jij hem gebruiken? Ik? Ja. Ja, trouwens, nee. Ik ben homo, dus... Okay. Ik ga niemand bezwangeren. Nee. Vind je het een goed idee dat de mannen verantwoordelijk zijn voor anticonceptie? Het is wel handig dat het 50-50 is, toch? Nou ja, weet je, ik weet sowieso dat mijn vriendin er blij zou worden als ik ze zou gebruiken. Moet de keuze zijn van beide mensen. Sowieso niemand moet elkaar dwingen om van neem dit, neem dat. Als je aan alleenstaande man bent of single, dat het dan misschien wel handig is. Ik denk dat het tegenwoordig te veel vrouwen of mannen of vrouwen laten afkomen. Dat zij dus de pil moeten nemen. En ik denk dat andersom het ook wel een keer goed kan zijn. Yes! Die laatste man, zo aantrekkelijk. Ja, maar er gaan wel heel veel dingen door mijn hoofd. Ja. Zoals? Ik denk dat we daar nu aan het einde ga ik dit zeggen. Oké, spannend, spannend. Nou, dan ga ik eerst maar even de poll opgooien van de week. Namelijk, mannen moeten verantwoordelijk zijn voor anticonceptie. Laat even weten of je het daarmee eens bent en zo ja of nee, waarom niet, waarom wel. Stel, een man zou naar jou toe komen en die zou zeggen, joh, ik heb gisteren de pil geslikt, let's go, we kunnen. Nee, ik zou dat niet geloven. Ik zou ook denken van ja, jij zit aan de anticonceptie en dan ben ik volgende week zwanger. Want jij denkt, het heeft zich bewezen bij mij dat mannen daar gewoon niet verantwoordelijk genoeg over nadenken. Nou ja, vooral niet net voordat ze seks gaan hebben. Dan zeggen in mijn opzicht mannen wel vaak alles wat je wil horen. Ja, en meer dan driekwart van de vrouwen die houdt ook liever zelf de controle over de anticonceptie. Ja. Want dat is dus het ding wat ik vind. Het is iets waar niet uit te komen is. Je wilt de verantwoordelijkheid verdelen in een ideale wereld. Maar tegelijkertijd weten vrouwen dat zij met de zwangerschap zitten. Dus willen zij uiteindelijk altijd als laatste zeggenschap daarover hebben. Ja, en mannen die vinden 83% van de mannen die wil ook de verantwoordelijkheid hierin nemen. Alleen in 55% van de gevallen is dat ook echt gelijk verdeeld. Ja, maar dan heb ik het nu al over het single leven. Maar als ik in een relatie zou zitten, dan kan je er toch van uitgaan dat je vriend mag geloven. En dan zou ik het wel vertrouwen. Waarom hebben mannen dan wel vaak vrouwen geloofd, maar zouden vrouwen nooit mannen geloven? Ja, maar omdat, dat is dat omdat dus vrouwen uiteindelijk meer het probleem is van de vrouw. Zo wordt er in deze maatschappij naar gekeken. Ja. Is dan dus niet sowieso de perfecte conclusie dat die pil er moet komen, zodat je de keuze hebt? Ja, zeker voor mensen in relaties. En ik denk ook niet dat iedere vrouw per se wil dat een man verantwoordelijk is voor anticonceptie. Want als je aan de pil bent, heb je wel vaak minder last van je menstruatie. Kun je je cyclus heel makkelijk regelen, je kunt doorslikken. Dus er zitten ook wel voordelen aan die pil. Ja. Alleen het is gewoon niet voor iedereen fijn. Dat is het gewoon. Het gaat allemaal om vertrouwen. Ja, nee, dus er zijn heel veel dingen over dit te vinden. We zijn echt heel benieuwd naar wat jullie hiervan vinden. Laat het dus ook vooral weten. Oké, dan sluiten we af. Waarom doe jij dat niet? Nu ben ik zoveel aan het lullen. Is dat de bedoeling? Ja, dan vraag ik het. Elke week sluiten we natuurlijk af met het favoriete spuiten- en slikkennummer van iemand hier in de building. En deze week is dat van Jamal. There's some hoes in this house. There's some hoes in this house. Oké, stop. Ik heb namelijk even een hele serieuze noot. Jullie zitten namelijk onze content shit te kijken, maar jullie abonneren niet. Dat is kwalijk. En het voelt echt als een messteek in ons hart. Ja, dus als jullie genieten van de video's, druk even gewoon op het likeje, abonneerknopje. Abonneerknop vooral.
Ja, want dat wij zou echt, heel leuk zijn. Wij hebben net nog voordat deze opnames begonnen, hebben we zitten huilen met z'n drieën. En dat is echt geen grap. Dus abonneer je gewoon. Ik ben ook klaar ermee. Oké, okay, love you. Thank you, bye. Alleen als je abonneert. I'm talking wop, that's some wet ass pussy. Macaroni in a pot, that's some wet ass.